Dit is het maandoverzicht van de maand juli en wat een ontzettend bijzondere maand is het geworden. Als we op de grafiek van de temperatuur kijken in de beeld, dan zien we dat eigenlijk een behoorlijk deel van de maand de temperatuur behoorlijk gematigd was voor een zomermaand. Heel vaak bleef de temperatuur zo'n beetje tussen de 20 en de 25 graden en op sommige dagen werd zelfs de 20 graden niet eens gehaald en dat ook nog eens gepaard gaande met soms stevige buien. Maar aan het einde zien we een hele duidelijke piek. Dat is de hitte van de laatste week van juli, waarin talrijke records zijn gebroken. Maar allereerst dan die eerste helft van de maand, waarin het behoorlijk wisselvallig was. We hadden een paar echte koele dagen. De eerste paar dagen van juli, die gingen nog wel met een middagtemperatuur van zo'n 23 tot 25 graden en redelijk wat zonneschijn. Maar toen sloeg het eigenlijk nog verder om naar de negatieve kant toe, in de zin van dat het behoorlijk koel was. Er waren zelfs nachten bij waarbij het aan de grond een graadje gevroren heeft. En dat is voor juli toch echt wel heel bijzonder. Er waren ook dagen met uitgesproken wisselvallig weer. 12 juli bijvoorbeeld trokken er zware buien over het land met veel regen op verschillende plekken. Met name in het midden van het land. Maar ook later, op 20 juli, trokken er opnieuw zware buien over een deel van het land. Waarbij flinke hagelstenen naar beneden kwamen. Maar natuurlijk het hoogtepunt eigenlijk wat het weer betreft zat in de laatste 10 dagen van juli. De zon ging weer flink schijnen en met een zuidelijke wind werd zeer warme lucht, hete lucht naar Nederland gevoerd vanuit Noord-Afrika. En dat leidde tot ontzettend hoge temperaturen. Op 25 juli werd het uiteindelijk zelfs voor de eerste keer 40 graden in Nederland met 40,7 graden op de vliegbasis Geelse Rijen in Noord-Brabant. Maar ook in de rest van het land was het uitzonderlijk heet met temperaturen op heel veel plekken boven de 35 graden, waarden die we eigenlijk in Nederland nog nooit eerder gemeten hebben. In ieder geval sinds dat we begonnen zijn met de metingen in de loop van de 19e eeuw. Nou, veel zonneschijn daarbij dus, alleen in het allerlaatste van de maand, de laatste 3 dagen, is de temperatuur weer wat gezakt en kwamen er ook weer een paar buien voor. Maar die hitte van eind juli, die zal ons toch het meest bijblijven als we terugdenken aan deze maand.